wat vooraf ging in Glitter Mara. Ja, nee, tuurlijk weet ik dat de Sint komt, ja. De kaders hier, de wonenden zijn hier allemaal wel klaar voor. Dan zou je kunnen helpen om dat uit te zoeken. Dit is helemaal een ideale plek. Sinterklaas voor de deur voor de kleinkinderen, wat wil je nog meer? Het ziet er ook heel mooi uit, hartstikke leuk. Zo, en? Zal mij benieuwen wat ze nu weer gaat onderzoeken. Wat is Sinterklaas zonder cadeaus? Nou, zeg nou zelf, helemaal niks. En daarom ga ik deze week op zoek naar of er wel genoeg cadeaus zijn in de winkels in Dordt. En ben ik ook wel heel erg benieuwd wat de jongens en meisjes van Dordrecht nou eigenlijk leuk vinden om voor Sinterklaas te krijgen. En nu ik er toch ben, ga ik dan ook nog even onderzoeken wat men vroeger leuk vond. En nou ja, dat een beetje met elkaar vergelijken. Dus ik ga weer op pad. Wieke, jij bent een van de specialisten op het gebied van speelgoed hier in het Museum van Gein. Daarom willen we heel graag even met je spreken, want we willen vandaag eigenlijk iets meer te weten komen over wat er populair is op dit moment bij kinderen. Wat ze graag voor Sinterklaas willen hebben, wat op hun verlanglijstje staat. Maar we willen ook eigenlijk best wel weten wat er in de tijd van Sinterklaas nou wellicht heel populair was. En nou ja, niks beters volgens mij dan hier het Speelgoedmuseum in het Museum van Gein. Een speelgoedafdeling moet ik eigenlijk zeggen. Maar voordat we daarheen gaan en voordat we daar verder op ingaan, zijn we eigenlijk beland volgens mij in de salon van het huis van Simon van Gein. Toch? Klopt. Maar dit is dan wel de chique salon. De chique salon. De chique salon. Een chique salon, Mara. Dat is net iets voor jou met al die glitter en glamour. En ik zie dat er voor ons al gedekt is. Ik mis alleen de bubbels. Is er ook bekend wat kinderen toen graag voor Sinterklaas wilden hebben als cadeautje? Nou, we hebben helaas geen verlanglijstjes gevonden. Nee. Maar wat wilden kinderen in die tijd? Meisjes wilden poppen, de jongetjes wilden treinen en misschien zelfs stoommachientjes. En de meisjes buiten de poppen natuurlijk, de serviesjes en de poppenhuizen en al dat soort dingen. Eigenlijk dingen die we nu nog steeds kennen. Juist, ja. Ik krijg nou toch wel jeuk van al die stoffigheid. Tijd voor actie in een speelgoedwinkel. Ik ben zo benieuwd, wat staat er nou op de lijstjes van de kinderen tegenwoordig? Wat willen ze voor Sinterklaas? Nou, iets wat op dit moment heel erg hot is, is Ninjago. Ninjago, wat is dat? Lego. Dat zijn ninja poppetjes. Daar kun je allerlei leuke dingen mee doen. Dit is heel erg in, Skylanders. Skylanders? Ja. Dat is een virtueel poppetje wat je in je computer kan inladen. Dat is helemaal top. Nou, dit is echt wel een typisch jongensding, denk ik. Ja. Maar aan de andere kant, of ben je dan te veel gericht op jongens en meisjes? Speelde je ook meisjes mee? Nou, misschien een heel nieuwsgierig zusje, zeg maar, van het jongetje. Ja. Maar ja, dit is toch wel een typisch jongensspel. Ah! Waar zit ik? Waar zit je? Wat doe je, zul je bedoelen? Hou je nu eens aan je opdracht. Het spel is bedoeld voor kinderen. Ja? Ja, en speelgoed was natuurlijk hartstikke leuk, want je kon hier dan kaarsenkooltjes in doen en dan met water. En dan ging dat natuurlijk koken en borrelen en stomen en dan kwam er stoom uit. Dus het is vooral echt wel het technisch Lego. Technisch Lego, ja. Tegenwoordig ja. Is dit eigenlijk. Ja. Maar ik heb ook gehoord dat ze er wel eens iets van carbiet of zo in deden. Kan dat? Weet je niet? Nee, onze cameraman. Heb je er wel eens mee gespeeld? Nee, ik heb het nooit gehad. Ah, geloof ik niks van, echt niet. Hoe heet jij? Tigo. Ik wil even aan jou vragen of jij in deze winkel iets weet wat je graag voor Sinterklaas zou willen hebben. Heb je daar al naar gekeken? Ja. Nou, wijs maar even aan dan. Nou, eigenlijk deze Ajax-bal. Ik zie hier heel veel dingen die nog steeds populair zijn, die ook nog steeds op de lijstjes voorkomen van de jongens en meisjes tegenwoordig. Ja. De stoomtrein. Of nou ja, de trein is nog steeds populair. Ja. Dit stoommachine is misschien niet, maar het technisch Lego dan weer wel. Dat heeft zich verder ontwikkeld. De poppenhuizen, de poppen, dat is allemaal nog steeds populair. Het enige wat ik mis zijn eigenlijk de spelcomputers en dat soort dingen. Of waren er ook al zulke soort dingetjes? Nee, die bestonden vroeger niet. Nee, die bestaan nog maar sinds een jaar of 10. Dat je denkt van, dat heeft zich wellicht verder ontwikkeld tot? Nou, verder dan de puzzel zou ik het niet durven zeggen. We gaan namelijk zo meteen een spel doen. Dan krijg jij zo meteen een kaart van mij. En dan ga ik met een aantal kinderen, die mogen allemaal zeggen wat ze het leukst vinden in de winkel.
Dan ga ik de kaarten bij elkaar houden. Dan kies jij zo meteen een kaart uit. En misschien mag jij dan zo meteen wel met een blinddoek voor gaan zoeken of je deze nog vindt. Dit is een zelfgemaakte draaimolen. En, zal ik op een knopje drukken? Ja, dat lijkt me leuk. Nou, wat super zeg. Zit daar ook een geluidje in of is het helemaal... Nee, het okay. Geen geluidje. Hij beweegt, de lampjes gaan aan. En hij doet het dus nog altijd. Ja, super. En, maar ik denk niet dat je dit alleen kreeg. Ik denk wel dat je dat met je broertjes en zusjes moest delen. Want je hebt papa wel heel veel werk aan gehad. Ja. Wat heb je uitgekozen? Deze vingerskateboard. Dus. Dat zou jij echt het allerliefst voor Sinterklaas willen krijgen? Ja, zo eentje wel. Zo eentje zou jij wel willen hebben? Ja. Oké, okay. Nou je krijgt zo meteen een kaart van mij. En dan gaan we zo kijken of jij de winnaar wordt. Goed? Ik vind die wel mooi. Wauw, dat is echt zo'n Barbie die gaat trouwen? Ja. En je ziet hier inderdaad wat speelgoed. Wat we misschien boven ook kunnen gaan bekijken of dat er staat. Herken je er al iets van wat hier op deze tekening staat? Wat er boven ook wellicht zou zijn? En hier is een hobbelpaard en hier gewoon een paard met wielen. En boven staat dat ook. Ja, een bal natuurlijk en een trommel. En hier boven een molentje. En hier ook boven. Ja. Leuk, oké. Okay. Ja. Juriaan, we gaan spelen voor het spel. Ja, absoluut. Oké, en voordat je het uitlegt, wacht even, sorry hoor. Jij hebt de kaart in handen en dan zou ik even willen vragen, wil je ze even schudden? Ja, tuurlijk. Dat we even zien dat het allemaal heel eerlijk gaat, hè? Zo, ze zijn geschud. Super. Nou, de bedoeling is dat jullie hieruit een kaartje mogen trekken. Degene die het kaartje heeft met de Sinterklaas en zijn paard... Die wordt geblinddoekt en die mag zijn cadeau uitkiezen welke je zojuist hebt aangewezen in de winkel. Ja? Oké. Okay. Spannend. Joeser. Alsjeblieft. Tycho. Nou, heb ik gehoord dat hier ook een tentoonstelling komt. Klopt dat? Ja, klopt. Over een paar weken, ik denk 2 weken, 5 november, opent hier een tentoonstelling over Sinterklaas. Oké, okay, en wat kunnen we daar allemaal verwachten? Alles over Sinterklaas, alles kom je te alles, weten. Alles. Cadeaus. En speelgoed. En speelgoed. Ja. Nou, leuk. Moeten we naartoe. Hè? Ja. Dat lijkt me wel. Oké, okay, dankjewel. Laten we eens kijken. Wie heeft de Sint met zijn paard? Tycho heeft gewonnen. Dan gaan we je blinddoek omdoen. Je ziet niets. Hoeveel vingers steekt Julian op? 2. Bijna goed. Daar ga je. Ja. Ja, dat klopt, ja. Warm. Helemaal goed. Pak hem maar. Woe, gefeliciteerd. Goed zeg, jongen. Hey Tycho, hoe is dat nou mogelijk? Nou, ik voelde eigenlijk een beetje aan dit, want normale hebben ze zelfs ook gesplit. En deze... Nou, nogmaals ontzettend dank voor deze leuke actie die we hier mochten doen. Graag gedaan. En wij zijn inmiddels helemaal op de hoogte van het feit wat de kinderen graag voor Sinterklaas zouden willen hebben. We weten ook dat de Sinterklaas genoeg cadeaus hier kan uitkiezen. Nou, bij deze, ik ben ontzettend gerustgesteld, dus... We zijn simproof. Helemaal goed. Ja, gelukkig. Hey, hallo. Wacht nou even met die aftiteling. We zijn nog niet klaar hoor. Eerst nog even wat bubbels. Gaat het een beetje? Glit om. Zeg, wat ligt er nou op tafel? Oh... Wat oliedom van me, dat is natuurlijk een letter voor de Sint-proof quiz. Nou, nu we dat gezien hebben, kunnen we wel afsluiten, denk ik. Tot volgende week!